Wat was voor jou de belangrijkste eye-opener in de opleiding? Ik vond het voornamelijk belangrijk en interessant om te zien dat als je een beetje weet van programmeren, dat je dan ineens ook heel probleemoplossend kan denken. En dat dat ook wel voor verder onderzoek enorm belangrijk is en handig is gebleken. En ik vond het ook een eye-opener voor mezelf dat ik het programmeren niet zo heel moeilijk vond. En dat het eigenlijk iets is dat iedereen wel kan en dat ik eigenlijk niet verwacht. Zijn er zaken die je nu kan, die je niet voor mogelijk zou gehouden hebben? De belangrijkste nieuwe vaardigheid die ik heb geleerd, voor mijn gevoel, is het praktisch uitvoeren van een DH-project, een onderzoeksproject. Ik kon altijd al een beetje knoeien met code, om het zo maar te noemen. Maar hoe deed je dat dan feitelijk omzet tot een onderzoeksproject en daar feitelijk mee aan de slag gaat? Ja, dat is een van de meest waardevolle dingen die ik bij de Master DH heb opgedaan. Want nou ja, heel veel academisch onderzoek werkt in teams. Mijn baan op dit moment is ook onderzoekswerk in team. Dus daar heb ik heel veel aan gehad en dat heeft mij enorm geholpen.